Vandaag is het eindelijk zover, het moment dat mijn kamer na deze video eindelijk een beetje ordelijker gaat zijn. Want ik ga eindelijk een Londen shoplog opnemen. Zoals jullie in mijn vlogs kunnen zien op mijn kanaal Go Live ben ik naar Londen geweest voor enkele dagjes, vooral om de Cursed Child te bezoeken. Maar ik heb ook een aantal dingen geshopt. Allereerst heb ik deze zak van Lush. En deze ruikt echt al zo lang zo goed. In de Lush heb ik de Sleepy Body Lotion gekocht. Die er blijkbaar voor gezorgd dat je direct in slaap valt. Hij is helemaal vegan en hij ruikt een beetje naar lavender. Lavendel. En ik heb echt al heel veel mensen gehoord die door deze body lotion echt goed kunnen slapen. Die body lotion was trouwens 7,95 pond. Ook kocht ik dit. Dit is de I'm Forever Blowing Bubbles Bubble Bar. En stokjes uit mijn bubble bar. Oké. Dit wordt iets moeilijker om te gebruiken in het bad zoals het bedoeld is. Maar het is eigenlijk dit. En hierdoor kan je dan bubbels blazen. Maar aangezien dat stokje is afgekraakt, omdat er nog een deel van mijn bubble bar in ligt, is dat een klein beetje moeilijker. Maar die ruikt wel echt heel erg lekker en die lag bijna volledig in de grond. Goed bezig. Die was trouwens 6,95 pond en die kan je meerdere keer gebruiken. Ook kocht ik het Monster and Aliens fun ding. Dit kan je gebruiken als bed, bom, maar ook als een soort body crème voor onder de douche en voor je haar zelf. Het is eigenlijk als multifunctioneel product te gebruiken. En je kan ermee kleden, ik weet niet, I don't know. Dat is. En die was 6,25 pond. Nu ga ik gewoon verder uithalen. Oké, dit is niet van Londen, maar hoort in deze shoplog misschien een beetje. Een hoop topjes van H&M, t-shirts eigenlijk van H&M, allemaal zwarte. Die heb ik net voor Londen gekocht, daar omdat ik ze erbij doe. Echt een hoop t-shirts. Hoeveel heb ik er nu? 1, 2, 6 of zo, of 7. Geen idee of ik dit in Londen heb gekocht of ervoor. Maar dit zijn Harry Potter Cozy Socks. En deze waren 2,50 pond, dus ik heb ze in Londen gekocht. Ik kan niet wachten tot het winter is om ze te kunnen dragen. Ook kocht ik dit slaapkleed ding. En dit is super cute. Mijn zus heeft dezelfde, dus we zijn een klein beetje twinsies. En deze was 5 pond. Ook kocht ik echt zo'n winterpyjama. Zo'n flanel cotton ding. En deze was 11 pond. En die is echt zo van die hokjes. En ik vind dat echt super leuk. Ook heb ik een trui gekocht. En hier ben ik echt super, super blij mee. Het is de Hufflepuff trui. Ze hadden deze trui, ook een Hufflepuff, en daar ben ik heel blij mee, want meestal hebben ze enkel Slytherin of Gryffindor kledij. Hij heeft zo'n hele mouw, het einde is grijs. En hij heeft ook hier Hufflepuff op de lint staan. En deze was 12 pond. Ook kocht ik de leukste pantoffels ooit. Storlax pantoffels. Deze waren 7 pond en komen uiteraard uit de mannencollectie. Wij hebben geen zo'n leuke pantoffels bij de vrouwen. En zeker geen waar je mijn voeten in passen.
kocht ik nog een aantal dingetjes. Waaronder deze wimperlijn. Dit is een duo wimperlijn. En deze verkochten ze in Primark. Maar ik had er ook al mee gewerkt in onze make-up les. Ik heb speciaal een bedbom gekocht en gemaakt. Omdat je die kon personaliseren in Londen. Omdat je zo'n sticker kon opplakken. Er staat dus op Girlline Phobe. Forever Against Animal Testing. Alhoewel ik nog dingen kopen die misschien om dieren getest zijn. Dus klopt niet volledig, maar het was een leuke brand. In Boots heb ik deze Soap and Glory Face Soap en Clarity 3-in-1 Daily Detox Facial Wash gekocht. Ook deze Sugar Crush Body Spray. Deze Soap and Glory Heal Genius Amazing Foot Cream. Die prijs weet ik niet meer. Het Revolution Pro palet. Dit is zo'n mooi palet. Met allemaal van die felle, felle kleuren. Ik heb een aantal dingen van de Zoella collectie gekocht. Alhoewel je die nu ook in die kan kopen in België. De Pink Bath Waffer Moisturizing Bed Fizzer. Deze Zoella Make a Splash Moisturizing Body Wash. Als ik tijd heb en als ik nog een keer ga reviewen, ga ik er ook een review van maken. En deze Body Pudding Body Cream. Deze twee zijn langer te koop. Deze is echt tijdelijk, denk ik. Ook heb ik pins gekocht. Deze waren afgeprijsd voor 1 pond. En die heeft zo een snitch, een bezem, een quidditch teken, een chaser teken, een hufflepuff en een bal. Ook deze pins, maar dan met zo'n achterkant. En deze hadden zo'n achterkant. En deze waren 2 pond. Ik moet nu een beetje vlugger beginnen doen. Deze Bright Rush Body Butter van Soap and Glory. En een Harry Potter boek met van alles in. Dit is het Harry Potter boek Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Deze heb ik voor 8 pond of euro gekocht. En ik had eigenlijk beter de tweede boek gekocht, The Chamber of Secrets. Maar ik wist niet of ik die al had. Nee, het eerste boek, The Sorcerer's Stone. Maar ik wist niet of ik die al had in deze versie. Ik vind hem echt fantastisch mooi. Voor de rest heb ik niks meer gekocht. Dat zijn gewoon allemaal kaarten die ik gratis kreeg. In de shop House of Mina Lima. Oh, ik kan dat nooit uitspreken. Echt super leuke kaarten. Zo, dit was het dan voor mijn Londen shoplog. En bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Hopelijk heb je wat inspiratie opgedaan voor als je naar Londen gaat. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!